We gaan Jurgen Konings zoeken. Oh Jurgen, waar de fuck ben jij? Oh, dat doet pijn hè, jongen. Heb jij misschien Jurgen gezien? Oeh, hallo daar. Energizer drink. Wat de hel was dat geluid, gast? Wil jij ook nog een mes? Oké, mensen, zoals jullie weten komt Dying Light 2 uit op 7 december en ik ben zo fucking blij, gast. Alright, mensen, de laatste minuut is nu aan het ingaan. 5, 4, 3, 2, 1, let's fucking go. Oh, so fucking satisfying. Okay, so the last and arguably the most important question I'm sure you have is, when is the release date? Yeah, that is a very, 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 very important question. And luckily, we have the answer. And that answer is the 7th of December! Wel, het komt nog uit in 2021. Ik heb de game al gepreorderd. Dus ja, als de game uitkomt, dan ga ik er direct waarschijnlijk een video van opnemen. Dus be prepared for that. Ik ben deze fucking zombie in zijn kop aan het trappen totdat hij dood is. Oké, mensen, tot zover hebben wij Jurgen Konings nog niet gevonden. Banoi Holiday Resort. Nice. Deze guy komt het dichtste bij Jurgen Konings. Als je geen baard en bril had, dan was jij Jurgen Konings. Fuck jou. Oké, mensen, ik sta nu letterlijk op iemand die ziek is. Ik kan haar sideboob zien. The Transformers are in the northern part of the Gold Bungalow area. Wat de hel? Ik ben helemaal naar achter geslagen door een fucking kleine zombie. Who the fuck? Mensen, ik denk dat we echt Jurgen Konings nooit gaan vinden, want what the fuck, man. Dit eiland is dood. Letterlijk. Oké, we moeten de deuren open beuken. Oh, what the hell? Die guy heeft geluk gehad. I can't believe that crazy bitch sent someone to find me. The whole world's going to hell, and the last person I want to be with is that goddamn wife of mine. I need more champagne. I must decline. Fine, then you can't come to my party. Haha, I don't want to, you little fucking whore. Bacon!